En wij gaan naar het laatste panelgesprek al. En daarvoor wil ik de bestuurders van de scholen en onderwijsinstellingen vragen om plaats te nemen achter de tafels. Ik ga ze voorstellen: Kobi Sandbergen, Sibab, Theo Rietkerk, Landstede, Bert Beun, Deltion, Karin Pullen, Zonnecollege. En dan voegen we aan toe, Jacco Vonhoff. Ja, heb je er nog zin in, Jack? Jawel, hè? Let's go. En we gaan het hebben over een leven lang leren en een leven lang ontwikkelen. En dat doen we aan de hand van een stelling. Let u op. Voor iedere burger zou er een leerpotje met geld moeten komen. Voor iedereen een potje met geld om een leven lang te kunnen ontwikkelen. Wie zegt ja? Goed idee. Boven ook? Bent u er nog? Nou. En wie zegt dan nee? Even toch? Waar dan? Toch een paar? Nee, even toch. Slecht idee. Want? Eigenlijk, enig wat je dan niet hebt is verantwoordelijkheidsgevoel. Het is er, dus dan als ik een opleiding niet haal, dan denk je van, ik heb toch nog geld over. Ik ga je herhalen. Hij zegt, dat is niet een heel best idee. Want waar is dan het verantwoordelijkheidsgevoel om iets af te maken of om zelf iets bij te dragen aan die studie? Ja, daar is wat voor te zeggen. Wie wil er wat over zeggen? Wie zegt nou ja, daar wil ik wel wat over vertellen. Waarom dat goed is. Jacco. Dan zal ik hem aftrappen, want dan kun je daarna bij het onderwijs de bevestiging ophalen. Ja hoor. Ik heb mij in mijn rol als MKB-voorzitter wel heel erg verbaasd over de manier waarop wij al dat geld voor onderwijs in potjes hebben zitten, waar mensen soms zelfs niet eens weten dat ze het hebben. Dus we hebben het geld van de minister. We hebben eigenlijk allemaal recht, jij ook, om academisch opgeleid te worden. Doen we niet. Dus we laten wat geld liggen. Dat is eigenlijk beschikbaar. We werken vaak voor een baas. En die baas die spaart samen met ons in een O&O-fonds voor de sector. Zodat je kunt dooropleiden in die sector. Zit in een potje. De meeste mensen doen er niet heel veel mee. En als we werken bij een baas en we raken onze baan kwijt, krijgen we een transitievergoeding. Dat geld is ook bedoeld om van werk naar werk te gaan. Nou, die drie potten, die zou ik het liefst op één rekening zien. Zodat jij, individu, kunt kiezen om jezelf dat hele leven lang te ontwikkelen. Er zit wel een maar bij. Moet wel een beetje push achter zitten. Dus als jij dat niet doet, zou je bijvoorbeeld een lagere uitkering krijgen. Dat zou mijn idee zijn. Oké, helder. En wat is daarvoor nodig? Want dan ga ik toch meteen naar overheid. Minister van Engelshoven, is dat een optie? Ja, maar dit is eigenlijk waar we met elkaar naartoe werken. We willen dat iedereen, dat eigen potje heet dan de individuele leerrekening. Maar dat iedereen weet dat als ik mij wil om- of bijscholen, dan is daar financiering voor. En ik werk nu met collega Koolmees ook aan een plek waar je kunt zien van, goh, wat zou ik bij kunnen leren, waar zou ik kunnen omscholen en waar heb ik dan recht op. En Jacco Vonhoff heeft het helemaal gelijk, heel veel van dat geld ligt er nu. Alleen we moeten zorgen dat mensen erbij kunnen en dat mensen de weg weten. En zeker in deze tijd ervaren we dat die noodzaak voor heel veel mensen heel groot is om dat te doen. Er zijn mensen in sectoren die nooit meer zo groot worden als ze waren. Mm-hmm. En die moeten nu echt geholpen worden om zich om en bij te scholen. Dus we zijn dat pad opgegaan en volgens mij moeten we nu vooral versnellen. Super, dank u wel. Wie wil reageren? Kobi? Ja, nou, wat ik ook heel belangrijk vind is behalve om en bijscholen, maar ook doorscholen. Hè? Als je ziet dat de ontwikkeling in de samenleving natuurlijk ook is, dat niet alleen deze tijd er is, maar dat het vak gewoon anders wordt. En misschien ook wel lastiger wordt in sommige gevallen. Het is ook van belang dat je door kunt blijven gaan. En wij zitten dan in een sector waar veel kleine bedrijven zijn, die het heel lastig vinden om hun werknemers voortdurend die scholing ook aan te bieden. En als je dat dan vanuit je eigen verantwoordelijkheid kunt doen en zelf daar ook een stap in kunt zetten, ik denk dat we dan heel Nederland goed maken. Ja, het zou eigenlijk voor al die opleidingen, en zeker in die hele specialistische vakopleidingen, die ontwikkelen zich heel snel, maar heel veel vakken ontwikkelen zich snel. Eigenlijk voor alle studenten nu, die zouden moeten worden meegegeven dat het een vanzelfsprekendheid is dat ze gewoon blijven terugkomen. En dat ze inderdaad blijven scholen. Ja. Is dat om- en bijscholen, is dat niet te complex op dit moment? Het is nu, voor heel veel mensen is het ook gewoon heel ingewikkeld om te vinden van, goh, waar zou ik wat kunnen doen? Inderdaad, allerlei verschillende potjes waar je uit dat kunt financieren. En we moeten gewoon ook mensen even helpen en dat moeten we gewoon beter organiseren. Hoe vind je daarin de weg? Daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid in, maar daar hebben ook werkgevers een verantwoordelijkheid in. En hebben ook opleiders een verantwoordelijkheid in. Dit moet je echt gewoon met elkaar doen. En hoe ervaren de bestuurders dat? Vinden die mensen de weg naar de school?
om te scholen? Wat wel mooi is, is dat we in deze regio met alle mbo en hbo scholen, van zeg maar Hardenberg, Urk, die 22 gemeenten, dat we regioopleiders hebben gestart. En dat wil zeggen dat je individueel daar kan scholen, dan kun je de route vinden, maar ook collectief. Want als we het alleen individueel doen, komt het ook onvoldoende van de grond. En ik denk dat we hier een ontwikkelfonds hebben, waar al dat geld ook bij elkaar zou moeten komen. Mm-hmm. En het zou heel mooi zijn, en we merken ook dat we dat ook samen doen, dat dan ook iedereen geholpen wordt. De regie moet wel bij het individu liggen, daar ben ik eens. Maar soms heb je ook collectief iets nodig om te scholen, te herscholen, te bijscholen. En ik denk dat we online straks met een skillpaspoort dat gewoon online op ons telefoontje kunnen vinden. En dan betekent het dat we ons zorgen en dat we ook zeg maar de verbinding tussen wat de vraag is uit de markt, wat uit de arbeidsmarkt is, okay, de scholing die er is en regioopleiders, dat we dat aan elkaar kunnen verbinden. En dat zou heel mooi zijn. Ja, mee eens, Bert? Dit is een heel mooi voorbeeld wat hier gebeurt, wat wij ook met alle liefde ondersteunen. Maar dit is in de regio samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen zijn plek kan vinden. Echt voorbeeld dat navolging verdient. Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed, toch Bert? Ja, ik ben het natuurlijk ben ik het mee. We zijn ook partner in regioopleiders. En het belangrijkste is dat het mbo ook echt gekend zou moeten worden door die medewerkers bij bedrijven. Als ook de plek waar je kortcyclisch kunt bijscholen. He, bijna alle opleidingen zijn al modulair ingericht. Dus dat betekent ook dat je voor korte onderdelen op het mbo terecht kunt. En ik denk dat onze docenten in al die mbo's, in die hbo's, daar steeds verder toe geëquipeerd zijn. En ik hoop dat we de weg daar met elkaar weten te vinden. Geldt dat ook voor jullie, Karen? De docenten daar steeds meer empowerment voor hebben om dat te doen ook? Ja, zeker. Dat is een hele mooie ontwikkeling om ons heen. Vanmorgen hadden we toch een mooi overleg met de Zwolse achter. MBO en HBO samen mogen gezamenlijk impact hebben op de regio. Om het onderwerp leven lang ontwikkelen. Vanuit het collectief, maar ook vanuit het individu goed te ondersteunen. Fijn, dank u wel. En Frank, in het totaal, hoe ervaren we dan die samenwerking met elkaar? Die scholen samen, dat leven lang ontwikkelen, lukt dat? Hoe gaat dat? Dat gaat steeds beter. Dat zie je vooral in regio's, in regionaal verband. Dat we steeds meer, ook als sector, en dat geldt ook al voor het hbo, afscheid nemen van het idee dat we het vooral van de concurrentie moeten hebben. En steeds meer toegaan naar, we zullen dit met elkaar moeten doen. Dat wil onze omgeving ook wat dat betreft. En je ziet nu in allerlei regio's dat voorbeeld van de Zwolse 8 inderdaad ook navolging krijgt. Waarbij we dus zorgen dat er een helder aanbod is. Maar ook vooral dat degenen die dat nodig hebben, even een handje geholpen worden bij je toch nog op weg gaan. Op de goede weg zoeken naar wat past dan bij mij, wat kan mij echt helpen. Om, zoals we dat nu mooi noemen, ook juist in deze tijd weerbaar weer de crisis uit te komen. Want die weerbaarheid van en wendbaarheid van de mensen, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding om te voorkomen dat ze iedere keer de dupe zijn van economische crisis, gezondheidscrisis of wat dan ook. Dank u wel, Frank. En dan tot slot, de minister, hoe kijkt u naar die samenwerking? Er staan er nu 4, we hebben de Zwolse 8. Hoe vindt u die samenwerking gaan in de regio? Ja, dat gaat hier echt heel goed. En het is echt een voorbeeld van hoe je het wil. Hè. Kijk, voor het beroepsonderwijs is die regionale verankering ongelooflijk belangrijk. Want je doet het met het bedrijfsleven in de regio, maar dan helpt het bedrijfsleven ook als het onderwijs echt samenwerkt om dat te doen. En ik vind dit hier, hey, ik heb in mijn agenda voor het onderwijs gezegd dat er moet minder concurrentie zijn, meer samenwerking. Dit is wel een schoolvoorbeeld van hoe het kan. Dus ik heb ze daar ook met financiële ondersteuning beloond. Maar ik zou zeggen van de rest van het land, kijk hiernaar en volg het na. Fijn, dank u wel. Alle dank voor uw komst. Fijn dat u hier deelnam aan het panelgesprek. Dit was het laatste gesprek. En ik wil u vragen om weer richting uw stoel te gaan voor een bijzonder moment.